is via bij een kleine ploeg doe ik dus nu twee jaar RKC dan een andere ploeg ergens in het buitenland. Realistische transfers en werken met de jeugd en bondskors van een klein land worden. Dat wil ik ook met Bert van Maarwijk en we gaan natuurlijk vier seizoenen bij een kleine ploeg. Nu dus RKC misschien wel twee jaar, misschien iets minder. En daarna gaan we de overstap maken naar een andere ploeg in mindermot in het buitenland of misschien wel Nederland. We gaan allemaal kijken hoe het gaat lopen, maar we hopen natuurlijk op een goed. Goede carrière van Bert van Maanwijk en ooit weer bondsconsoort van het Nederlands Elftal. Maar eerst maar een ander klein landje doen. Veel kijkplezier plezier bij deze Keierhemmout. Yo mensen, welke kijk naar deze video? Mijn naam is Wesley van FIFABONETE99. We hebben vandaag weer de nieuwe RKC Keierhemmout. En vandaag een hele belangrijke wedstrijd. Dus tegen Herenveen, die gaan we spelen met de tweede elftal. En de wedstrijd tegen Chelsea. Een hele belangrijke wedstrijd voor de Europa League. We spelen de eerste wedstrijd thuis, dus ja, laten we hopen dat we daar een goed resultaat kunnen halen. En de wedstrijd uit, ja, want het wordt nog een lastige klus. Maar goed, laten we gewoon hopen. Maar eerst wedstrijd tegen Herenveen op het programma voor in de Eredivisie. We staan zevende. Pet ja, uh, van Maanwijk zijn laatste zoemmerkers zei. Laten we hopen dat we gewoon uh, tussen de vijf en tien kunnen blijven uh, in de rang van deze competitie. Uh, Feyenoord staat voor ons. We gaan kijken wat we tegen Herenveen kunnen doen. Hoekstra. Met het tweede elftal dus. Hoekstra. Tahiri, Jansen. Sao. Sao. Sao is op snelheid. Sao, vijfde minuut. En de bal in handen van B -B Batranak. Dit is uh, vrij laat in de, tweede, in de eerste helft. Want ja, gebeurd is. We zitten niet zo heel veel. Vaik, komt de bal terug. Hier bij uh, Durkic. Congolo, Van der Rijn. Ricardo van der Rijn. Achteraf de hagen zitten door Sao. Congolo, Bruin. Miovic. Zo, tussen nu uh, RKC weer Hoekstra. Van Berg onderschept. Van de Rijn. Bruin. Drusky. Bruin. Helemaal naar uh, Skoffaard. Fijk. Bruin. Het is dus hier en veen die bovenhand voert in de eerste helft. Toch de bal onderschept weer Leximus. En de bal bij Van Meeuwen. Tahiri. Nu RKC, Tahiri. Jansen terug. Maar ja, de bal is weer voor Herenveen. Een slechte paas van Jansen. De spits van RKC. Deze wedstrijd. De reserve spits die mocht spelen. Jansen. Krijgt hem hier goed bij Tahiri. Tahiri voor de 0-1. En het is 0-1. 0-1 RKC. En we staan voor tegen Herenveen. In, in de eerste helft. In de extra tijd. Dit maakt Tahiri de 1-0. Dan gaan we dan gaat RKC en Beth van Maanwijk. En wij toch met een goed gevoel de tweede helft in. Die nou hier begonnen is. Vijfde minuut. Hoekstra. Strak kapt. Geeft hem voor. Richting Tahiri. Weer toch een beetje een gevaarlijke man in deze wedstrijd. Maar hij krijgt de bal niet verder van de Rijn. En Bruin. Bruin. Fijk. Mijovic. Bruin. Congolo. Mijovic. Mijovic. Terug op Bruin. Mijovic. dekkel ingezet. Maar de bal ook over. Wissel. Torres erin voor Tahiri. Nog twintig minuten te gaan. En het is nog steeds 1-0. Voorsprong voor RKC, als hij hier even komt, maar hij staat buiten spel. Milovic. Hoever, die er nou in komt. Voor Bakker. Bij deze 1-0 stand. Doeltrap Stekelenburg. Nieuwpoort. Hoever, Hoever mooie bal richting Jansen terug. Dat komt bij Bruin aan. Bruin. En Sau. Sau. Wil ook zijn waarde laten zien bij RKC. Hier krijgt hij de bal. Kan hem afgeven. Kan zelf schieten. Hij schiet zelf. En het is de 2-0. 2-0 RKC. En het is Sao, de jeugd, voorhoede speler. Die ook zijn doelpunt maakt dus nu. Tahiri en Sao. Het is een wedstrijd voor de jeugdspelers. Tahiri gaat natuurlijk volgend seizoen weg. Daar heeft Betama weer geen van. Want die gaat naar een andere ploeg. nog alleen nog niet welke. Dat komt dan wel aan het eind van het seizoen. Woudenberg. We zitten bijna voorbij. 2-0. RKC. Congolo. Jans schiet de bal maar even gauw weg. Want uh, ze willen door. Ze willen door naar de wedstrijd tegen Chelsea. De extra tijd is nu ingegaan. Dik over de extra tijd zijn we nu. En uh, het is voorbij. We winnen met 2-0 van Herenveen. Doen we dus goed in de competitie. weer. We winnen weer een keer. En de wedstrijd tegen Chelsea gaan we dus nu spelen. De laatste 16. RKC, wel Chelsea. Gaan we het goed doen. We gaan de persconferentie in voor de wedstrijd. Het is natuurlijk wel, ja, het is Chelsea. We hebben natuurlijk ook Arsenal verslagen. Door dat we thuis gewonnen hadden. Nu moeten we als eerst thuis. En ja, laten we hopen dat we dan in ieder geval ja, een doelpuntje kunnen maken. Maar ja, laten we in ieder geval hopen. gelijkspel zou ook nog goed zijn. Maar ja, daar moeten we uit laten zien. En ja, daar ben ik een beetje bang voor. Uit in het uh, thuisstadion van Chelsea. Ik vind het toch een beetje riskant om daar dan uh, voor de punten te zorgen. Maar goed, we gaan eens zien wat er deze wedstrijd in de uh, Mandemaker Stadion gaat gebeuren. En we hopen natuurlijk dat we gewoon gaan winnen. Ja, het is dus tegen Chelsea waar ze een NKC. Dus ja, het is niet. Wij hebben niet echt een top 10. Ik zie je al dat Milik bij Chelsea zit. En ook Rodriguez zit bij Chelsea. Die nou dus bij PSV zit. Twee minuten gespeeld. Vlaar. Rond Vlaar. De groot. Nu weer de volledig basis zelf. In deze wedstrijd. Behalve dan Chong en Graco. Maar die waren geblesseerd. Wel hier bij Van Volswinkel. Van Volswinkel. Rikje Van Volswinkel krijgt hem nu bij Vente maar die staat buiten spel. Zeven uur gespeeld. En het stopt bij de ploegen die de bovenhand voerden. Milik. Eerste keer Chelsea. Eerste keer Chelsea. En Stekelenburg. Nee, niet Stekelenburg. Uiteindelijk is dat het dan voor Stekelenburg. Eerst een beetje binnenkluipen voor RKRC. Vlaar. Meulensteen. En weer voor Chelsea. Pulisic. Rodriguez. Pulisic. En hoever met de tackle. En krijgt ook de gele kaart. Vrij trap. Chelsea. Milik. Probeert het in één keer. En ja, dat is wel heel slecht geschoten door Milik. Hij dacht het even RKC te pijn gaan doen. Maar dat lukt hem dus niet. 22e minuut. 0-0. Kovacic. Kovacic. Wil je een tackle? vlaar En dan gaat de rode kaart komen. Ron flyer is met de rode vanaf gestuurd. Dat betekent dat de volgende wedstrijd uit, dus zonder fly moet gedaan worden. De aanvoerder van EKC. En dan wordt nu dus tevens de aanvoerder Maarten Stekelenburg. Die bal ging net naast trouwens, van Rodriguez. En de eerste helpt nog steeds 0-0. Waar nu dus Chelsea echt het voert in deze wedstrijd. Hier William. Miliek en de redding van Stekelenburg. Heel goed. Stekelenburg redt die inzet van Milik. Weggebokst, Ekelenburgs kiept een hele goede wedstrijd. Heeft ook zijn mindere dagen gehad bij RKC. Maar ja, RKC door naar de finale van de KNVB-beker tegen PSV. Nu is dus wedstrijd tegen Chelsea. Moet het goed zitten doen in de eigen stadion. Vente. Vente wacht. Ziet dat daar uh, Tahiri komt. Tahiri gaat zelf schieten en de redding van uh, Kepa. Die is de eerste grote kans voor RKC. Vlak voor de eerste helft. Een extra tijd. Hoes op Leemans. Kopbal van Wolswinkel. Weer net naast. En nu de doeltrap. Kepa. Kepa. Doeltrap richting Hoever of Pulisic. Zit dat Pulisic? Maar het is rust en het is nog steeds 0-0 hier in het stadion van RKC. Zesde minuut nu. Roberto. Roberto. Imus die de bal probeert te onderscheppen. Behoudt hem ook. Geeft hem aan van Wolswinkel. En volgens mij kan nu de ruimte zoeken. Daar aan de andere kant. Gaat naar door het midden. Naar Vente. Ja, en die staat buiten het spel. Bakker komt erin voor Hoever Omdat Hoever ook al de gele kaart heeft. En dan uh, spaart Bet van Mawijk Hoever voor de volgende wedstrijd. Om die ook om niet kwijt te raken in de middenvelden. Burton. Leemans. Burton die er ook ingekomen is deze wedstrijd. die de bal bij Leemans. Ik kan de man niet behouden. Rodriguez. Tekkel ingezet door um, Leemans. RKC doet het sterk. Doet het sterk. Vecht sterk terug. Vente. Venten en Burton. Burton Probeert even een trucje uit te halen. Krijgt hem toch nog bij van Wolswinkel. Van Wolswinkel. Ook een beetje de man. Samen met Venten van RKC. Nog 20 minuten te gaan. Iets meer dan 20 minuten. En het is nog steeds 0-0 hier. Een spannende wedstrijd tussen RKC en Chelsea. RKC wil winnen. In ieder geval thuis een punt halen. Maar als het zo blijft dan halen ze ook 1 punt. Of 1 punt. Nee, dan halen ze helemaal geen punt. Dan hebben ze gewoon 0-0. En dan hopen ze dus uit. Gewoon een... Uh... Goede wedstrijd te spelen tegen Chelsea. Maar ja, uitwedstrijden. zeker tegen Chelsea is lastig voor RKC. Vente. Die van Wolfswinkel En de bal weer net naast. Had het hier toch de 1-0 moeten zijn. Met nog een kwartier te gaan. Vente. Burton. Burton, Bakker. Bakker is weer er. Bakker is er langs. De vervanger van Hoever. Geeft hem niet redelijk goed voor. Van Wolfswinkel komt de bal toch nog. Uiteindelijk uh, is het uh, Kovacic die de bal heeft. Kovacic. Bal hier bij Van Wolzwinkel. Vente. Dillen Vente. Ja, dat is hoog over. Probeer het toch maar in één keer, maar het lukt hem niet. 10 minuten nog te gaan hier. 9 minuten. Vente. Immers. Van Wolzwinkel. Krijgt de bal niet verder. Wiljun en Roberto die ertussen zitten. Roberto nu. Wiljan, Wiljan, Terug naar Kovacic. Kovacic. Krijgt hem bij Kante. Kante. En de bal hier. Bij Meulensteen. Schiet hem op de groot. dus de bal voor Milik op een gevaarlijke plek. Kante. Milik. En schot geblokt door Meulensteen. Goed gedaan. Daniels komt erin. Voor Leemans. En dat is tot de corner voor RKC. En voor RKC voor Chelsea. Heel gevaarlijk. Stekenburg komt uit. Bokst de bal weg. Ja, Vraser. Ja, niet Vreser. dus is een coach. Daniels. Burton. Bakker. Nu is het weer RKC Buurton. Immers, immers mooi paasrichting voor Wolswinkel. Laatste minuten alles op de aanval gezet. De bed van maandag, pakt het wat uit voor Wolswinkel. Goede voorzet, nee bal over iedereen heen en dan is de extra tijd voorbij. En dan spelen we gelijk in eigen stadion en dan moeten we doen uit ja, bij Chelsea. Dan hebben we nog een lastige klus. Dat zie je trouwens volgende week. Uh, morgen weer de Feyenoord kermoot, zoals altijd en dan zeg ik zoals altijd en zoals nu. Tot morgen en later. Yeah.